In plantologie wordt een steeds bekendere tandheelkundige toepassing. Maar wat wordt er nou precies gedaan bij het plaatsen van implantaten en wat zijn de voordelen van implantaten? Daarvoor praten we vandaag met Diederik Lok van Kessler en Lok, Kliniek voor Tandheelkunde en Implantologie in Amsterdam. Implantologie is eigenlijk een apart vakgebied binnen de tandheelkunde. Implantologie is de leer van het plaatsen van kunstwortels in de kaak, daar waar eigen tanden en kiezen verloren zijn gegaan. Een implantaat is dus een kunstwortel en neemt de taken over van de oorspronkelijke wortel, bijvoorbeeld de kauwkracht. Een implantaat is dus een goede oplossing wanneer je een tand of kies kwijt bent. Ben je gezond en heb je gezond tandvlees, dan kan er een implantaat geplaatst worden. Als er geen wortel meer is waar een opbouw en een kroon op gezet kan worden, dan kiezen we voor een implantaat, een kunstwortel. Is er wel een wortel aanwezig, dan kan daar een opbouw en een kroon geplaatst worden. Dit is nou een implantaat die in de kaak wordt gezet ter vervanging van de wortel. En daarop wordt de kroon of tand bevestigd. Tandverlies kan door verschillende oorzaken ontstaan. Het kan door tandziekte komen, maar bijvoorbeeld ook door een ongeval. Of het nou gaat om één tand, meerdere tanden of zelfs een heel gebit, een implantaat kan daarvoor altijd de oplossing bieden. Het is niet altijd nodig om een implantaat te plaatsen. Ook met behulp van de nieuwe esthetische technieken kunnen we een gebit prachtig verfraaien. Bijvoorbeeld door witte kronen te plaatsen of porseleinen facings, composiet facings. Esthetiek en functionaliteit is eigenlijk een hele belangrijke combi voor een goed resultaat. Goedemiddag, ik heb een afspraak vanmiddag. Ik heb u aangemeld en de tandarts zal u zo binnenroepen. Prima. Kai. Hey, Diederik. Goedemiddag. Goedemiddag. Kom verder, joh. Ja. Veel mensen zijn bang voor de tandarts vanwege pijn die ze kunnen ervaren. Dat is heel ongegrond, want met de nieuwste technieken kunnen we alles pijnloos verdoven. Dus de patiënt zal niks voelen van de behandeling. Bij een hockeywedstrijd sloeg ik een strafcorner in en is de bal teruggekomen en die kwam vol op mijn voortand. En die voortand die lag er gelijk helemaal uit. Het alternatief zou zijn geweest of proberen weer een kroon op die oude wortel te zetten, maar die was er dan waarschijnlijk weer afgevallen. Dus dan kom je op een plaatje of iets dergelijks. Maar dat blijft toch in mijn ogen een beetje provisorische oplossing. En de vraag is ook, hoewel die plaatjes er best oké uit kunnen zien, wordt het nooit hetzelfde als wat ik nu heb. Dus eigenlijk ben ik daarom voor deze optie gegaan. Bij meneer hebben we een implantaat geplaatst, omdat zijn voortand verloren was geraakt door een hockeybal. En op dat implantaat hebben we een witte kroon gezet. En dat zit zo stevig dat meneer er al helemaal aan gewend is. En dat het eigenlijk het mooiste alternatief is voor de oorspronkelijke tand die er zat.